Hoi allemaal, leuk dat je kijkt naar mijn Sims kanaal. Ik speel bewust alleen met het basisspel. Ik heb ook nog een winactie. Als je hier meer over wilt weten, kijk dan even in de beschrijving. Vandaag gaan we weer verder met de Homeless Challenge. We gaan er even voor zorgen dat haar sociale balk omhoog gaat. En ik denk dat het leuk is om in deze aflevering een man te gaan vinden. En dan wel misschien een kindje te krijgen. Dat het verhaal wat interessanter wordt. Dus ja, waar is het handig om een man te vinden? Oh, ze legt het wel lekker op de grond neer. ik denk... Ja, dit is wel moeilijk om een man te vinden met deze outfit. Maar we gaan het toch proberen. Of we kunnen even kijken wie in onze vriendenlijst zit. Ja. Ik denk misschien met Twan. En nodig om op de tafel te chillen. Kijken of hij eraan komt. Ja, hij komt eraan. Twan Visser. Oh, hij is er. Oké. Ik denk dat... Oh, maar hij ziet er best wel jong uit eigenlijk. Laten we oprecht compliment geven. Ik denk dat we toch naar iemand anders gaan zoeken. Omdat hij er best wel heel jong gekleed uitziet. Hoe oud is hij eigenlijk? Volwassen. Nee, ik denk dat we toch ergens anders heen gaan. Oké, ja, ik dacht we gaan even naar de bar. Maar het is wel misschien te vroeg om naar de bar te gaan. En zo te zien, er zijn er heel weinig mensen. Er zit alleen een vrouw binnen. Misschien gaan we wel naar de lounge. Nu is het dan lounge tijd. Maar we zijn er niet echt voor gekleed. Ja, we gaan gewoon naar binnen. En kijken wie we tegenkomen, denk ik dan. Of zullen we naar het park gaan? Weet je, we gaan naar het park, want... ja, om met deze outfit weer naar de lounge te gaan. Het is wel een chique lounge. En ja, we willen daar niet echt gezien worden. Dus ik denk dat we maar gaan reizen. Oké, we zijn er. Ik zie mensen als schaken en zo. Ga je maar even hier zitten. Alle balken zijn gelukkig op groen. Daar hoeven we niks meer aan te doen. Kijken wie we hier hebben. Laten we een aardige introductie hier doen. Kijk hoe hij eruit ziet. Hij heeft wel een aparte stijl. Hij is gespannen. Oprecht compliment geven. Ik wil wel nog even verder zoeken hoor, want... Oh, komt hij ons nou achteraan of is dit een andere manier? Hallo? Nee, dit is weer iemand anders. Oké. Maar hij ziet er weer te rijk uit. Ik denk niet dat hij zomaar met ons het diepe in zou gaan. Misschien een oudere man. Dat we dan met de gedachte hebben dat de oude man er misschien niet meer zal zijn. Nadat we een baby hebben gehad. En dat het dan helemaal ons kind is. Dat het ook niet hoeft te delen en zo. Ja, of Sam. Oh, maar hij is al getrouwd. Nee, dat vind ik zielig. Leon van Dam. Ik weet niet. Aan de kant denk ik, ja, ze heeft zo'n mooi kopje, weet je wel. En dan gaat ze met een oudere man doen. Ja. Het gebeurt wel in het echte leven, maar... Oh, wacht. Wat loopt hier? Deukbakker.
Ja, ik vind hem wel iets voor ons. Laten we met hem een aardige introductie doen. Nou ja, laten we hem eerst even leren kennen voordat we weer een beslissing nemen. Ook echt compliment geven. Leren kennen. Misschien worden hun wel een stelletje. Ik vind ze wel bij elkaar passen eigenlijk. Hij is kinderachtig. Nou ja, je kan niet alles hebben, hè? Een beetje opfleuren. Vragen hoe de dag was. Gewoon een beetje die algemene dingen die je vraagt als je iemand pas net kent. Die is gewoon het gesprek. Compliment geven over zijn kleding. Dat vinden mannen altijd leuk. Oh, ons plezier gaat omlaag. Laten we het potje met hem afmaken anders. Kan dat? Ja. Oh, onze bak gaat wel snel. Nou, gaan jullie even dat potje afmaken? Oh, ondertussen kletsen we ook. Dat is goed. Oprecht compliment geven. Het is al een paar uur geleden. Naar carrière vragen. Ik ben wel benieuwd wat hij doet. Oh, we moeten ook naar de wc. Hij werkt als volkstuinier. Oké. Hij heeft groenvingers. Dat is wel wat anders dan een man die op kantoor werkt en zo. Dat wij even naar de wc gaan. Voordat de jongens zijn broek doen voor hem. En daar heb ik geen zin in. Zijn ze nog niet klaar met het potje? Nou, ga nu maar naar de wc. Ga je nou gewoon niet met iemand anders kletsen? Gaat hij er nou vandoor met haar? Wordt hij nou weggekaapt? Oh nee, hij gaat gewoon weg. Oké, dan is het goed. Ben je klaar met plassen? Ja, ik denk dat hij weggaat. Oké, weet je, ik zie hier wat eten staan en dat gaan wij lekker pakken, als het nog goed is. Een borstje pakken. Gaat hij nou met ons flirten? Nou ja, we zijn toch vrijgezel. Kijk wat er gebeurt. Hij ziet er echt rijk uit. Aardige introductie. Ze maakt Marco. Oh, hij is een tiener. Ja, nee, daar gaan we geen kindje mee maken. Laten we erop uitgaan en wat stelen. Dat lijkt me wel heel leuk. Oké, we zijn er. Op de deur kloppen. Hier zijn we nog nooit geweest. Wel een mooi huis hoor. Ik denk zomaar dat we naar binnen mogen. Wat gebeurt er met het beeld? Moet ik laden of zo? Oh, huh? Ze geeft vooringang. En dan van hier de achterkant. Oh, huh? Zo gek. Oké, zal wel. Wow, ze zijn wel luxe, hè? Gewoon een bar hier en dan
bank. En deze kunnen we proberen. Oh nee. Ik vind het wel luxe, maar ergens vind ik het ook wel kaal. Zo. Ik had wel wat meer. Hebben wij nog wat behoeftes nodig? Nee. Ja, wat meer verwacht. Kunnen wij hier wel stelen eigenlijk? Ja, we kunnen wat lampen misschien. Ja, die lamp. Oké, weet je, laten we naar boven gaan. Misschien zo'n lampje? Ik weet het niet. Welke zou meer waard zijn? Oh wacht, die is roze, vind ik wel leuk. En verder. Wacht, laat het stop. Misschien zie ik in de tussentijd. Oh. Oh oh. Iets beters. Als je mijn computer weer hoort blazen, dan heeft hij het weer zwaar. Het is niet super hard. Oké, kom op. Wacht, ga anders naar boven. Stop. Of zullen we deze doen? Is deze anders? Oh wacht, ik vind deze misschien wel leuker. Ja, ik vind die wel leuker. Oké, nou, we gaan weer naar huis. Of zullen we... We gaan naar een nieuw slachtoffer. Oké, we zijn er. Op de deur kloppen. We zijn wel weer een beetje moe aan het worden. Gaan we hierna gewoon even lekker naar huis. Oh wacht, misschien kunnen we niet al iets stelen volgens mij. Het is te snel achter elkaar denk ik. Nou, we gaan het zien. Doe jij maar lekker je ding. Nee, recentelijk nog gejat. Oké, we gaan naar huis. We komen hier een ander keer terug. Oké, ga jij maar lekker slapen, schat. Dan gaan wij kijken wat er buiten is. Bouwen. Oké, hij is wel veel waard. Verkopen. Weet je wat ik zo raar vind? De Sims. Poppetje, zeg maar. Snelle maaltijd, sorry. Die gaan altijd laat naar bed. Een uur of twee of zo. Of... Hoe laat gaan we naar bed net? Om 12 uur volgens mij. En dan staan we zo vroeg gewoon weer op. En ik kan dat echt niet. Ik wil gewoon zo lang mogelijk in bed blijven. Nou. Dit moet je ook even opruimen. We hoeven niet echt te plukken. Zoals we stenen zien toevallig, dan zullen we die wel pakken. Maar op zich hebben we al best wel veel dingetjes. Nou ja, veel. Gebruiken. Oh ja, we zouden nog dit opruimen, schat. We zouden die bloemen nog planten en zo. Maar ik denk dat het beter is als we eerst van die bak hebben, want het gaat wat sneller. Oké, we hebben alles gedaan. Het is 9 uur. Ik denk dat we toch even naar het park gaan. Of. We blijven hier gewoon. Dan gaan we wel gewoon alles plukken wat hier in de buurt is. Want ja, in het park zijn we al zo vaak geweest. Het gaat eindelijk een keertje goed met ons. Oh, zij is verdrietig zeg. Hier zie ik nog wat.
Want ja, voor jullie is het ook niet leuk als ik de hele tijd maar die plantjes en alles ga opzoeken. Ga plukken en opzoeken. Sorry. Alles oogsten. Daarom dacht ik, we nemen gewoon een kind. Er komt er wat meer diepgang in. Kijk wat er aan de overkant is. Nou, hier weer die uien dingen. Misschien kunnen we wel weer een keertje gaan vissen. Als ze wat langskomen. Ja, als jij dat wilt. Bij mij mag je, maar we maken dit wel even af. Oh, en een steen. Schat opgraven natuurlijk. Nou, dit was het wel, denk ik. Waar ben je nu? Laten we de turbo inzetten. Gaan we even kijken wat we allemaal hebben. Een schatkaart. Nou, deze. Oh, 80. Ik dacht dat het nooit zoveel waard was. Ja, alles weer verkopen. Hé, hey, we hebben tomaat. Dat heb ik ook niet eerder gezien. Oh, waar zijn we nu? Laten we naar huis gaan. Oh, stop. Waarom grijp je dit niet? Ze heeft ook honger. Nou, we hebben toch veel citroenen, dus eet dit maar. Ik weet het ook niet. Deze moeten we bewaren. Oké. Nou, we hebben nu alles. Ga maar lekker naar huis. Deze gaan we verkopen. Deze is ook niet zoveel waard. Nu kunnen we die citroenen verkopen, want... oh, ze is er. Ja, we hebben er veel lang laten wachten, maar maakt niet uit. Laten we snel eiwitje iets eten. En ik wil dat je dit even openmaakt voor mij. Dit is wel grappig. Verkopen. Laten we met haar kletsen. Opvleuren. Ja, we weten niet wat de vorige keer gebeurd was. Dat we haar zo slecht aantroffen. Maar ja. Misschien kan ze ons wel ergens mee helpen ooit een keer. En het is beter om gewoon vrienden met iedereen te zijn dan dat we vijanden hebben. En ja, nu is het alweer middag. Dus ik denk dat het leuk is dat we onze nieuwe lover even uitnodigen. Ja, waar is het leuk? Ik denk dat we samen met hem ergens naartoe gaan. Want om nu al thuis te zitten met hem. Oké, we zijn er. Oh shit, ik heb hem niet uitgenodigd. Waar ben je? Oh, is hij er al? Dick is al in de buurt. Heb ik hem wel uitgenodigd? Ik weet het niet. Ik weet het niet. Laten we naar binnen gaan. Oh, hij is al binnen. Ik heb hem wel uitgenodigd. Oké, laten we erheen gaan. Oh, hij komt naar ons toe. Oh, of niet? Oh, hij is flirterig. Dat is goed. Laten we dan een voorzichtige poging vragen. Eerst laten we netjes zijn om te vragen of hij vrijgezel is. Hij is vrijgezel. Laten we onzekerheid bespreken, zo van dat we onze emotie en zwakte tonen. Elke vrouw heeft wel zwaktes en emoties.
straks komt hij er later achter en dan denkt hij ineens van, oh ja, dit wist ik allemaal niet hoor. Laten we nog even wat meer vriendelijk doen. Oh, een geheim delen. Dat is wel interessant. Kan ik nog meer leren kennen doen of zo? Ja, leren kennen. Interesses bespreken zag ik ook nog ergens. Oh, hij is een fijnproever. Oké. Dus hij is wel een beetje verwend. Oh. Ja, sorry hoor, maar ik wil niet dat je met ons gaat kletsen. Kunnen wij niet hier zitten en kletsen? We zijn niet gekomen voor jou, mevrouw. Wie ben jij? La. Oh jeetje, komt ze er nou bij zitten? We kunnen niet. Want straks gaat hij hier. Oh, waar gaat hij nou heen? Gaat hij weer weg, net als die andere? Kom op, ga niet weg. Vragen om samen iets te doen of zo anders. Oké, hij blijft. Oh, je kan nog wel even blijven hangen. Yes. Oké, oprecht compliment geven nog even. Bewondering uitdrukken. Omhels, kijk wat hij doet. Komen er nog meer mensen bij zitten? Gaan we omhelzen of niet? Ik wil het zien, kom op! Kijk wat hij doet. Oh, we gaan echt opstaan en even omhelzen. Oké. Nou, hier komt het hoor. Huh? Wat is dit vaag zeg? Oké, nee, blijf! Waar ga je nou weer heen? We zijn met jou bezig. Zie je dat niet dan? Oké, we gaan gewoon een move maken. Omhelzen. We gaan gewoon omhelzen. Kom op, schiet op voordat hij weg is. Is hij nou weg? Nee, hij is hier. Oké, kom op. Ik wil het zien. Oké, laten we dichterbij gaan. Gaat hij nou achter de bar staan? Oké, we gaan hem gewoon achterna. Terwijl we hier niet eens werken, maar maakt niet uit. Oh. Het is best wel goed snel gegaan, zeg. Laten we hem waardevolle spullen vragen. Oké. Omhelzen nog een keer. Oh, wacht. Waar gaat hij heen? We hebben eindelijk een liefdesbalk. Laten we het hier dan ook afmaken. Grap maken voor de politie. Laten we dit doen. Dit is echt een actie van mij. Oh, hij moet er wel belachen. Gelukkig. Oké, meer keuzes. Liefde. Flirten. Oh, hij kijkt wel mooi uit zijn ogen. Oh, hij vindt het wel leuk. Oké. Aantrekking bekennen. Een gewaagde vraag stellen. Misschien wordt dit ons wel onze man. Waar gaat hij heen?
Gaat hij nou weg? Hij is weg, denk ik. Nou ja, we hebben wel genoeg met hem gekletst, denk ik dan. Oké, we hebben een beetje liefde tussen hem. Oh, hij houdt van buiten. Misschien dat we daarom hem in het park zagen. Oké, wij hebben de eerste stap gezet. Laten we weer naar dat huis gaan waar we vannacht heen wilden gaan om iets te stelen. Terwijl klaar ligt de dag nog, maar... Oké, dan we zijn er. Oh, ze is verdrietig. Waarom? Een opzet, hè? Oh, ja. Je hebt bijna een liefje, waarschijnlijk. We weten het niet zeker. Oh, ons plezier gaat ook omlaag. Laten we naar huidige zender kijken. Kunnen we dat even... Oké, hier zag ik de vorige keer iets. Het is wel een schattig lampje, maar het is wel een beetje kinderlijk. Oh, dit huis heeft maar één verdieping. Net als ons. Nou ja, we hebben maar één kamer eigenlijk. Laten we zeggen, we hebben een studio. Kijk wat er buiten is. Ik snap echt niet waarom die mensen zo... hekken maken om hun tuin. Ja, aan de ene kant wel. Aan de andere kant denk ik ook van... Kunnen we deze gitaar stelen? Jammer. Zijn we wel weer blij. Oké, het enige wat we kunnen jatten is dit eigenlijk. Jammer. Maar laten we het proberen. Of kunnen deze ook jatten? Nee. Oké, het is niet anders. Oké, stop maar met tv kijken. Oh, wacht. Of kunnen we hier dit... Nee. Al die dure dingen. Nee. In het echte leven zou je ook geen lamp stelen. Oké. Whatever. Laten we naar huis gaan. Oké, schat. Gaan we naar de wc. Even gebruiken. En dan gaan wij weer kijken wat we hebben ingeslagen. 30 Sims dollars na... Dat is ook niet veel, zeg. Ik denk dat het leuk is als we hem even uitnodigen. Of zullen we dat de volgende aflevering doen? Ja, ik denk dat ik bij deze de Sims ga afsluiten. En dat we de volgende keer hem dan uitnodigen op ons kavel. En ja, wie weet wat er dan gaat gebeuren. Bedankt voor het kijken. Vergeet even niet te abonneren als je de volgende aflevering wilt zien. En tot de volgende keer!